Ja, maar ik vind het ook wat heerlijks hebben, hè? Dat stukje gevaar, dat stukje tegen iemand vechten die veel groter en sterker is dan jou en die dan toch breken, mentaal en fysiek. Oh. Voor de mensen die dit niet op YouTube kijken, je zou voor de grap even naar zijn gelaatsuitdrukking nu moeten kijken. Hier zit een man die houdt van slopen. Ja. Dat vind ik heerlijk. En ja. Ik heb ook trainingen gehad dat ik gewoon een verwerking toepas. En dat is dan wel vaak iemand die dan iets minder is. En ik ben geen klootzak, althans niet altijd. Maar dan vind ik het ook gewoon leuk om een wurging rustig aan te zetten. En te zien dat iemand van wat gebeurt er tot paniek en rood aanloopt. Van oh shit, weet je wel, deze man. En dan zit ik echt diep in de ogen te kijken. En dan zet ik de wurging niet hard aan. Zodat ik echt kan genieten van heel het proces. En besef in de ogen van oké, als ik niet afklop, ga ik knockie. Ja. En dan denk ik van ja man, dit voelt machtig. Dat je gewoon weet, ik heb de totale controle over iemand. Ja, nou.